Elke stad heeft wel een sportheld die goud binnenhaalt. Giovanni van Bronckhorst won de Champions League voor Rotterdam. Hockeyster Kim Lammers won op de Spelen van 2012 goud voor Amsterdam. En Raymond van Barneveld werd 5 keer wereldkampioen voor Den Haag. Maar welke sporter houdt de eer van Dordrecht hoog? Wie brengt goud naar Dordt? Vandaag in Wie brengt goud naar Dordt praten we met Julia Wouters. De 17-jarige volleybalster zat met zaalvolleybal op haar 14e al in het eerste team. En met beachvolleybal zit ze bij het nationale jeugdteam. We gingen de straat op om te vragen waar Dordtenaren het eerst aan denken bij beachvolleybal. Zand. Mooie vrouwen in toppies en korte broekjes ofzo. Bal. Mensen. Net. Lekkere wijf van bikinis. Wat vindt u van iemand die op haar 14e in het eerste team speelt? Nou, dat vind ik prachtig. Voor die persoon. Nou, dat is... Ben lekker bezig. Ja, ik vind 14 wel een beetje jong. Dan zou je toch zeggen dat ze zo rond de 20 moeten zijn. Maar 14, daar ben je ook niet helemaal uitgegroeid. En misschien kan ze nog veel langer worden en dan nog veel beter spelen. Ik weet niet. Ze kan gewoon niet. Waarom niet? Veel te jong. En als iemand dan goed is? Ja, pech voor hem. Hij is veel te jong. Dat vind ik knap. Ja, en het eerste team, als dat op een bepaald niveau is, dan vind ik het knap. Dat je dat op je leeftijd al bereikt hebt. Ter vergelijking, Messi was 16. Dus wat vind je er dan van? Het is Messi. Ja, nou ja, dan kan het wel. Dat is wel oké, okay, ja. Nou, 2 keer zo goed als Messi. Ja, de bikinis bij beachvolleybal trekken mannen gewoon snel aan. En het is ook meestal mannelijke supporters die er komen kijken bij vrouwenwedstrijden. Echt puur voor de kleding ook vaak. En wat vind je daarvan? Ja, op zich, je kan er niets tegen doen. Het is gewoon terecht, maar je doet er niet veel. Wel leuk op zich, maar... Julia Wouters wordt geboren op 2 mei 1996. Op haar 7e begint ze met volleyballen bij Next Volley Dordrecht. Al op haar 14e wordt ze vanuit de base overgehaald naar het eerste team, omdat ze als groot talent wordt gezien. Ja, het was gewoon heel erg spannend en ik kende op zich al die dames uit Dames 1, die kende ik wel al. Omdat ik al heel lang bij die club zelf zat en hun ook. En, het was gewoon heel spannend, maar ik was er snel aan gewend. Omdat ik al die meiden al kende. Ja, het was zeg maar de overstap van een beetje volleyballen voor de lol naar echt serieus volleyballen. En dat was ook al heel erg wennen. Want het was ineens heel veel beter je best doen natuurlijk. En echt voor het winnen gaan. Dat ga je natuurlijk in de B ook wel. Maar veel minder. Daar is het gewoon leuk met je vriendinnen en zo. Het werd ineens allemaal heel serieus. Maar het vond ik wel heel leuk. Ja, ik was nog helemaal niet zo heel goed op mijn 14. Ik was wel een talent, maar het viel allemaal best nogal mee. En het zal voor hen wel wennen zijn geweest, maar ik denk wel dat ze het leuk vonden, ja. Datzelfde jaar begint ze met beachvolleyballen. Oud-Olympisch beachvolleybalster Deborah Kadijk vraagt haar voor haar team. Hiermee zou ze uiteindelijk erg succesvol worden. Ik speel nu ongeveer 10 jaar volleybal, zaalvolleybal. En 3 jaar geleden is Deborah Kadijk, mijn allereerste beachvolleybaltrainster, die is bij mij in een wedstrijd in de zaal komen kijken. En die heeft me uitgenodigd om bij haar te komen beachvolleyballen. En daar is het zeg maar allemaal begonnen. Daar heb ik het allemaal geleerd. Ja, toen was ik echt super blij, want het is natuurlijk een hele goede trainster. En heel bekend ook. Dus ik voel me heel erg vereerd. Ja. Op het zand is het natuurlijk veel zwaarder dan in de zaal. En dat had ik echt totaal niet verwacht. Want toen ik al begon met inlopen de eerste training, was ik daarna al helemaal op. Zeg maar. Dus het was ook heel erg wennen. In die tijd weet ze 2 keer Nederlands kampioen onder de 18 te worden. Wint ze 2 keer de tweede divisie en 1 keer de eerste divisie. Haar talent blijft daarom niet onopgemerkt. Vanaf volgend seizoen verlaat Julia Next Volley voor een flinke stap omhoog. Ik ga aankomend seizoen naar VCN in Capelle. Dat is die spelen topdivisie. Dat is wel een paar niveaus hoger dan dat ik hier speel. En ik wil gewoon puur stappen gaan maken en beter worden. En daar krijg ik daar goed de kans voor. Voor Julia waren andere sporten ook in beeld. Maar de keus voor volleybal was niet moeilijk. Mijn broer Mick, die speelde toen al volleybal. En ik wou het ook graag een keer proberen. En toen vond ik het heel erg leuk. Ik had daarvoor ook al op tennissen en atletiek gezeten ofzo. Maar ik vind sport nooit zo heel leuk als ik er niet zo goed in ben. Als ik niet kan winnen, dan vind ik het dan niet meer leuk. Voor volleybal kiezen blijkt een goede keus. Het talent van Julia wordt al snel duidelijk. Nou ja, je merkte wel dat ik beter was dan de andere
meiden en jongens toen in het team. Het was een gemixt team. En, ja, maar het was toen inderdaad allemaal gewoon puur voor de lol. Maar je merkte wel dat ik al wat meer kon dan de andere kinderen. Ja, ik werd ook al snel hoger ingedeeld bij teams. De overstap naar het eerste team op haar 14e komt mede door ploeggenoot Lia Pasen. Zij vertelde de trainers over Julia. Julia was voor haar leeftijdsgenoten al gewoon een stuk beter. Na een seizoen in de tweede gespeeld te hebben, was ze er klaar voor om aansluiting te vinden in het eerste. En ze was nog niet gelijk een vaste waarde, maar naarmate het seizoen vorderde werd dat steeds beter. En uiteindelijk heeft ze gewoon alle wedstrijden goed gespeeld. Julia is gewoon heel sociaal. Ze heeft altijd zich volledig ingezet en ze is ook heel leergierig. Ze vraagt vaak naar ervaringen van anderen, hoe ze dingen moet aanpakken. En ze staat ontzettend veel open voor feedback. Had je verwacht dat ze zo goed zou worden? Ja, dat had ik wel verwacht. Niet alleen haar talent, maar ook het plezier wat zij beleeft in het volleyballen en ook het beachvolleybal. Had ik haar zeker ingeschat dat ze zo hoog zou gaan spelen. Ja. Wat kan ze nog bereiken, denk je? Nou, als zij zich zo blijft inzetten als dat ze de afgelopen jaren heeft gedaan en het spelletje ook zo leuk blijft vinden, met goede begeleiding, dan zal zij zeker een Olympische speler gaan spelen. Ja, leuk. Lia is gewoon een hele leuke meid en ik kan het er heel goed mee vinden. Zij was gewoon een goede basisspeelster van dames 1 en ik heb ook echt heel veel van haar geleerd. En wat ik inderdaad, wat Lia al zei, is als ik dingen wil weten, dan vraag ik het ook gewoon. En ik heb ook veel gevraagd aan Lia de afgelopen jaren en ze heeft me veel geleerd. Ja, want hoe belangrijk is die stap geweest naar het eerste? Ja, toch wel belangrijk, ja. Want ik heb in die jaren dat ik bij dames 1 getraind en gespeeld heb, heb ik wel echt heel veel geleerd. Ik denk dat dat me dat ook geholpen heeft om verder te komen in beachvolleybal. Dat je er toch sterker van wordt. Iemand die weinig van volleybal weet, zal behalve de teams en de locatie weinig verschil tussen de twee sporten zien. Toch zijn deze verschillen groot. Ik vind beachvolleybal gewoon veel leuker. Het is ook gewoon op het strand altijd, de sfeer is goed. En als de zon schijnt in Nederland is het ook heel leuk. En je moet veel meer zelf regelen. In de zaal heb je een coach en er wordt alles heel strak voor je geregeld. En eigenlijk moet je tijdens beachvolleybal alles zelf doen. Je hebt geen coach die helpt tijdens de wedstrijden. Je moet alles zelf doen. Dat vind ik wel leuk. Dus meer eigen verantwoordelijkheid? Ja. Door de stap naar het eerste en het beginnen met beachvolleybal begint het besef te komen dat er meer in zit. Toen was ik nog vrij jong. Toen begon ik wel te beseffen dat ik op zo'n jonge leeftijd toch al wel hoog speelde. Toen ik in mijn eerste jaar beachvolleybalde, toen was ik datzelfde jaar al Nederlandse kampioen geworden. Inmiddels traint Julia niet meer bij Deborah Kadijk. Ze maakt een overstap die haar meer mogelijkheden geeft. Ik heb de overstap gemaakt van dat ik bij Deborah Kadijk heb getraind. Heb ik de overstap gemaakt naar de bond, naar jeugdtoernooi, zeg maar. En ik leer daar ook ontzettend veel en we trainen vaak. Het is ook een hele leuke groep. Ja, je kan meer bereiken bij de bond. Zeg maar. Je kan naar EK's gestuurd worden en WK's. En dat kan alleen maar als je bij de bond zit. Dus dat kan bij de Bora niet. Julia is al vroeg bezig met sport en de top halen. Dat geeft soms ook moeilijke momenten. Veel dingen moet je laten. Zoals soms een avondje gezellig stappen met je vriendinnen of zo. Dat kan niet altijd. Of je hebt niet heel veel tijd voor je vriendinnen. En vrienden en vriendinnen en je familie heb je gewoon niet heel veel tijd voor. Je bent heel veel bezig met je sport. Ja, op sommige momenten vind ik het wel jammer. Want je wil natuurlijk, als je vriendinnen soms gezellig samen iets gaan doen en je kan er niet bij zijn, dan is dat gewoon heel jammer. Maar ik vind sporten hartstikke leuk. Dus ja, dat maakt het wel weer goed. Hun zijn veel met sociale dingen bezig en ik heel veel met sport. Dus. Doordat Julia de weg naar de top al lang en breed heeft ingezet, weet ze wel wat ze nodig heeft om ook topsport te kunnen beoefenen. Ik denk dat elke topsporter wel ups en downs heeft. En ja, je moet je daar gewoon altijd overheen blijven zetten. En niet in een down momentje zeg maar ook gaan afhaken. En gaan denken, ja, ik kan het niet meer. Je moet gewoon altijd positief blijven en door blijven gaan. Ondanks haar eerdere successen blijft Julia ambitieus. Ik hoop ooit de Olympische Spelen te gaan halen. En op het podium te gaan staan. En heb je daar nog een termijn voor wanneer je dat wil halen? Ik denk dat de aankomende Olympische Spelen niet gaat lukken. Misschien die daarna. Ik hoop het.
Wanneer ga jij goud naar Dordt halen? Ik hoop in 2020. Op de Spelen? Ja. Volgende week in Wie brengt goud naar Dordt praten we met shorttrekker Jeroen Sonneveld over de reden om met schaatsen te beginnen. Op een gegeven moment was mijn vader het zat om ik en mijn broertje het voor te slepen op de slee. En over zijn overstap naar de nationale selectie in Heerenveen. Ik moest op dat moment alles opzij schuiven. Ik verhuisde hier van Papendrecht naar Heerenveen toe om daar volledig te richten op de sport. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.